Het is vrijdag 9 september. En een veelbewogen dag natuurlijk, 9-11. Het was ook een veelbewogen week. Maar we zijn er toch weer met een nieuwe autogek. En het wordt vandaag een lange aflevering. En dat zeg ik niet van nou jongens, goh wat jammer. Want we hebben echt een hele leuke aflevering. Maar een extra lange. Ilko, fijn dat je er weer bent. Ja, leuk, we zijn weer. We hebben elkaar gisteren ook gezien. Ja, maar daar komen we zo nog op terug. Laten we gelijk van start gaan. Max. Ja, nou als je het over start hebt. Ja. Dat was puur slecht. De start was slecht. Echt slecht. Ja. Echt slecht. Wielspin. Ja. Hij kon gewoon niet wegkomen daar. Nee, dus, eigenlijk al een keer eerder gebeurd. Hè. Dus een beetje jammer is dat. Dan doe je zo je best met de kwalificatie. En dan verknal je het in het begin. Verknal je het zo. Dat, En helemaal teruggevallen. Ja. Hij vloog in één keer, geloof ik, 5-6 plaatsen terug. Ja, 12, 13. Wel weer knap dat hij zich gedurende die hele race weer helemaal teruggeknokt heeft. Tot weer die P7. Ja. Er zat ook feitelijk niet zo bijster veel meer in. Nee, dat was maximaal wat haalbaar was. Laten we eerlijk zijn. Ja. Op dit circuit, dat zeiden ze ook vooraf. Ja. Het is het minst populaire circuit voor onze auto. Ja. Maar wel weer punten gehaald. Wel weer in de punten. Ja. Heel gebleven. Geen gedoe geweest. Nee. Dus volgende week gaan we voorbeschouwen op Singapore. Ja. En voor je thuis, wij gaan Autogek één dag verplaatsen. Dus in plaats van dat wij de donderdagavond in de studio zitten, gaan wij dat nu elke vrijdagavond doen. Omdat we dan vrijdag ook de vrije training kunnen meenemen. En dat maakt het wat leuker om dan een goede voorbeschouwing te geven. Wie er wel ook goed gepresteerd heeft in Monza, is onze eigen, mag ik wel zeggen, uit Sneek afkomstige Nick de Vries. We hebben het vorige week er al over gehad. Nou, deze week kunnen we het er weer over hebben. Want Nick eindigde in de zaterdagrace op de 7e plek. Hetzelfde als Max, zeg maar, op de zondag. Maar op de zondagrace overtrof hij zichzelf helemaal. Want toen werd hij eerste, podiumplek P1 voor Nick de Vries. En wij hebben hem aan de telefoon. Nick, vertel eens even, neem ons even mee, hoe ging dat verhaal op de zaterdag? Ik zag een hoop mensen een beetje glibberen op banden, maar jij leek er eigenlijk wel goed doorheen te komen. Zaterdagochtend hebben we gekwalificeerd voor de race van zaterdag. En op mijn eerste setje, we hebben twee setjes banden voor de kwalificatie. Dus je gaat zeg maar twee keer uit. Eigenlijk wordt de tijd altijd neergezet op het tweede setje, omdat we niet mogen bijtanken in het midden van de sessie. Dus alleen al door het brandstofverlies win je tijd op je tweede setje. Op mijn eerste setje stond ik tweede na een paar duizendste achter de op dat moment snelste tijd. Dus we zaten in een goed ritme en we zaten goed bij. Helaas op mijn tweede setje, voordat ik kon beginnen met aanzetten, heeft iemand mijn rechter achterband aangeraakt, waardoor ik een lekker band had. En daardoor moest ik binnenkomen, band wisselen en toen ging ik uit. Toen was er code rood. Was er iemand van de baan gegaan. Nou, en toen was er alleen nog tijd over voor één rondje. En dat was gewoon heel erg moeilijk om in één rondje om de tijd neer te zetten. Dat moeten we wel vaker. Alleen op dit circuit zette iedereen zijn tijd neer in de tweede ronde. En ja, ik had maar één rondje, dus kon ik niet verwachten dat ik voor de pole zou strijden. De race op zaterdag op zich een goede start en in het begin van de race zat ik er goed bij. Op een gegeven moment probeerde ik mijn teamgenoot in te halen en dat mislukte. En toen gingen we samen een beetje wijd en toen verloren we wat plekken. En toen waren we al zover in de race dat we niet meer zeg maar vanaf dat moment konden door blijven pushen en aanvallen. Dus ik moest op dat moment min of meer mijn gas loslaten en banden sparen. En ja, aan het eind, hij zat min of meer op dezelfde strategie daardoor. En toen gingen we aan het eind van de race allebei aanzetten. En toen reden we het gat wel dicht naar de jongens voor ons, maar toen viel er niks meer te halen. En doordat we dezelfde snelheid reden, kwamen we niet echt meer naar voren. Dus daardoor zevende geworden. Nou ja, en zondag tweede gestart. Het is een reverse grid race. Ik had een slechte start. Ik had veel te veel wielspin, dus ik viel terug naar P4. Daarna heb ik voor de safety car ging ik
had ik de twee auto's voor mij ingehaald en lag ik tweede. Eén ronde na de safety car haalde ik mijn teamgenoot ook in. En toen moest ik gewoon zorgen dat ik de slipstream zou breken. Want als je die niet breekt en ze blijven er een beetje achter zitten, dan blijf je die druk houden. Alleen gelukkig kon ik het net groot genoeg uitbouwen en de wedstrijd winnen. Oké, Nick. Bedankt voor je uitgebreide uiteenzetting. En volgende stop is voor jullie Maleisië. Dus wij kijken ernaar uit. En we hopen dat je na Maleisië, dat hebben we ook eigenlijk al afgesproken, dan kom je bij ons in de studio. En dan kunnen we eens wat uitgebreider en wat langer ingaan op je races. Oké, helemaal goed. Gaan we doen. En kom veilig weer thuis. Heel erg bedankt. Dank u wel. Fijne avond. Doei. Nou, dat was Nick de Vries vanuit Monza nog. En ze zijn nog aan het testen, geloof ik, aan het oefenen. Het was niet zo'n allerbeste verbinding, dus ik heb niet alles kunnen vragen. Ik wilde vragen, maar zoals je gehoord hebt thuis, hij komt half oktober, ja. Is hij onze gast. Nou, leuk. Ben heel benieuwd wat hij op Monza dan in onze simulator gaat doen. Grappig ook, want ik ken Nicky nog uit de tijd van de kartbaan in Leeuwarden. Ja. En dat was een heel klein hummeltje waar dat toen kwam, weet ik nog wel. Ja. En toen ging hij ook als een snoeier uit, dat jongen. Ja. Dat is echt, ja, hij doet het goed op het moment. Vierde in de WK staat hij op dit moment. Hij is er zelf niet tevreden over. Hij wil gewoon bij de top 3 zitten. Maar ja, het is zijn eerste seizoen, GP3. Hij doet het goed, zit bij McLaren. Maar dat hebben we vorige week al verteld. Jij zit bij het winnende team van de Formule 1. Ja. Jij zit bij Mercedes, Elko. We hebben iets minder PK's, Paul. Een klein beetje minder. Ja, een beetje meer PK's, maar wel gezellig. Ja, hartstikke leuk. Ja. Echt, het is gewoon, elke dag is gewoon een lolletje daar. Welke waar. Gisteren was er een wedstrijd. 8 september, donderdag, was er dus een wedstrijd op Assen. En wij zijn wezen kijken. Kijk even mee. Elko, goedemorgen. Je bent er klaar voor, vrije training, begrijp ik nu? Nee, vrije training hebben we net gehad. Het is kwalificatie krijgen we nou. Oh, nu al kwalificatie, ja natuurlijk. En dan moet je goede tijd neerzetten en dat bepaalt je startopstelling dan, hè? Ja, dat klopt. Dus de snelste tijd die nu rijdt, dat bepaalt de plek waar je straks startgrid komt te staan. En dan kijken we er een beetje voor in kunnen eindigen de keer. En de boel heel houden. Nou, we zullen kijken of we je nog voorbij zien flitsen als we het kunnen volgen met de camera. En eigenlijk een beetje de eerste monteur van Eelco's broer. Ja, dat klopt. Ik ben er eigenlijk altijd bij. Ja. En staat de auto er een beetje goed voor? Loopt het lekker nu? Hij loopt goed en hij doet wat hij doen moet. Dus dan hopen we dat ik nou een beetje vooraan kan komen. Precies. Nou ligt het echt aan de coureur alleen, hè? Nou ligt het aan hemzelf, ja. Ja. Nou, en jullie hebben nu draadloze verbinding met elkaar via die set? Ja, klopt. Als er wat aan de hand is of als hij wat binnen wil komen voor eventueel reparaties of wat dan ook, dan hoor ik dat. Dan kan ik vast klaarstaan. Oké. Lekke banden, dat is heel... Dan moet je eigenlijk heel snel zijn. Ja, en dat werkt over het hele circuit? Alleen achterin op de ramshoek nu. Dat is net even te ver weg. Net even te ver weg. Dan kan ik hem, als ik bovenop de terras ga staan, dan kan ik hem wel helemaal horen. Oké. En dan moet er een snel sprintje zijn naar de pit om als hij problemen heeft. Ja, inderdaad. Een heel snel sprintje. Klopt. Dat morgen de vrije training, dat ik een halve seconde sneller ben dan in de vrije training. Dus we gaan straks papier ophalen en dan weet ik startpositie voor de wedstrijd van vanmiddag. Dus, ik had 1 ronde op 2:12
17. Ja, dat zou kunnen. Zou kunnen. En vanmorgen had ik 2.13, 17, dus een seconde sneller dus. En als dat goed is, zit ik een beetje in de kopgroep, de eerste 5, 6, dacht ik. Ja. Dus we gaan het zien, ik moet de papiertjes straks even ophalen. Het is warm in de auto? Ja, het is behoorlijk warm. Er wordt straks weer een halve liter water bij en dan kan ik weer een race rijden, want je loopt echt leeg. Ik ben niet een van de jongsten, dat heb je al gezien denk ik. Het varieert wat de leeftijd. Wel een van de lichtste, toch of niet? En ik ben de lichtste. Ja. Dus vandaar ook dat ik goed mee kan komen. Nou, dit is mijn tweede wedstrijd in deze cup en ik vind het geweldig. Dit is echt, ik voel me weer 18. Ja. En als je s'avonds naar huis gaat, heeft hij gewoon kramp in de mondhoeken van het lachen volgens mij. Ja, ja. Het is ook gewoon leuk om te doen dit. Mijn ding en een mooie ploeg. Nou ja, mooie stijl auto's. Dus wat dat betreft, dan hebben we het goed voor elkaar. Dat dacht ik wel, ja. En kan je wat vertellen over je auto? Van wat voor bouwjaar is die? Hij is van 98. Hij heeft 120.000 kilometer gelopen. Bij zijn eerste eigenaar is ook altijd één eigenaar gehad. Ik heb hem helemaal kaal gehad. Er zit niet een schroefje meer in. Ik heb hem helemaal weer opgebouwd. Nou ja, zoals ik al zei, het is mijn tweede wedstrijd. Dus het is even wennen. Maar ik kom al in het ritme. Ik voel dat ik al een beetje mee kan komen. Dus wat dat betreft gaat het vanmiddag gebeuren. Ja, ga je voor het podium? Ja, voor het podium. Ja, zal ik de rest vragen of ze een beetje in willen houden dan? Want dat moet ook lukken. Gaan we regelen. Ja? Hey, succes vanmiddag. Ja, dank je. Ah, dan hebben we Wouter ook. Die wil ook graag een verhaaltjes houden. Dag Wouter. Hoe ging die jongen? Ging die nou wat beter? Ja, ging wel beter. Ja? Nog niet, ik ben nog niet erg tevreden over het lopen. Hij slaat nog een beetje open. Op hoogtoerental gaat hij niet lekker door. Nou, tot hoever trek je hem door dan op hoogtoerental? Ja, tot de 6, hè. Ah, iets voor de 6 moet je stoppen, hè. Je moet een beetje zuinig zijn met die oude dames. Ja. Je komt hier altijd dan precies verkeerd uit. Dan zit je, kan ik nog schakelen of niet? En dan verlies je meer dan je wint. Dus dan hou je hem mee. Ja? Ik denk wel dat je schakelen moet, hoor. Dat het beter is. Wat voor tijd had je nou dan? Weet ik niet. Ik heb geen idee. Nou hoor ik zo meteen wel. We gaan daar even verrassen. We gaan daar even biertjes even ophalen. Dan zien we het wel. Ja? Hey, bedankt Wout. Okay. Succes vanmiddag, jongen. Vraag 1. Hoe oud is die auto van jou? Die ziet eruit of die net uit de showroom komt. Die is van 1998. Maar we hebben hem wel helemaal opnieuw gespoten van buiten en van binnen. En mooi netjes opgebouwd. Ja, zeggen die altijd een oud dametje geweest is, zo mooi ziet eruit, hè? Ja. Ik ben wel heel weinig kilometers gelopen, iets van 40 of 45.000. Dus ik heb wel een mooie verse auto gekocht. En dan toch nog netjes opnieuw opgespoten in mijn bedrijfskleuren, want dat vind ik altijd wel chic. Dus ja. Nou, een derde tijd hoorde ik net. Derde tijd, dus hoopte ik ook een beetje op. Dus ja. We gaan direct lekker van start. Nou, moet ik even kijken waar ik zit. Dan kan ik er niet zo heel gek ver vandaan zitten volgens mij. Het is allemaal 5%, denk ik. Ja, dacht ik wel, ja. Ja. Een beetje sneller als vanmorgen. Ja. Dus, nou, mooi hoor. Succes vanmiddag. Ja? Dankjewel. Hoi. Hoi. Nee, ik keek naar de remmen. Ik hoorde wat schuren toen ik binnenkwam rijden, dus ik denk even kijken hoe het met de remblokken is, of er nog genoeg op zit, maar het is prima. Dus bandjes zien er ook nog goed uit, dus kunnen we zo mee gaan racen. Ik denk alleen als het buiten warmer wordt, dat we wel de druk nog even wat gaan veranderen. Ja. De temperatuur loopt aardig op inmiddels, dus... En hoe bevalt het race in de SLK-klasse? Leuk, ik vind het leuk. Ik heb een hele tijd niks gedaan. Ik ben begonnen met een MGB, dus historisch. Omdat ik ook een historisch race team run normaal gesproken, met Austin Healey's. Alleen het is eigenlijk niet te doen om samen met je klanten in dezelfde race te gaan rijden, want dat is te stressvol. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, historisch racen kan ik niet betalen. Dus toen kwam dit voorbij. Ik had al een hele tijd niet meer gereden. Ik wil toch graag mijn licentie houden. Nou, ja, dit is een hele mooie optie. De auto is betaalbaar. Het racen hier is betaalbaar. En tot nu toe is er nog niks stuk geweest, dus dat is ook altijd leuk. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Dat is een heel apart verhaal. Van oudsher zitten wij altijd in de rallysport al jaren. Heel mijn leven al. En wij wilden eigenlijk vorig jaar de SLK zeg maar, in de rally brengen.
Dus met deze auto. Nou, dat is helaas niet gelukt. En toen hadden we eigenlijk het besluit genomen eind vorig jaar om te kijken of er interesse was voor deze auto, om deze auto op het circuit neer te zetten. Nou, hebben we vorig jaar in oktober hebben we een auto gebouwd. In oktober, november hebben we die gepresenteerd op het circuit. Nou, via Facebook hebben we allemaal oproepen gedaan om te kijken of er belangstelling was voor die auto. En toen kwamen bij de introductie zeg maar ongeveer 60 man op af. Dus wij waren eigenlijk blij verrast dat we zoveel aanmelders hadden voor die cup. En ja, dus, die cup is gaan rollen zeg maar dit jaar. En het is echt onvoorstelbaar. We rijden nu al binnen 8 maanden met 15 gelijkwaardige SLK's rond hier op het circuit in Assen. En ons laatste evenement, dat zal oktober zijn in Zandvoort. Dan hopen we er 20 aan de start te krijgen. Dus dat is eigenlijk voor deze, in deze tijd is dat eigenlijk vrij uniek met zo'n auto. En loop ik eens even mee naar jullie auto? Ja, het is deze auto zeg maar. Het is een Mercedes SLK 230 met allemaal dezelfde pk's. Ze hebben 200 pk. Ze hebben allemaal dezelfde uitvoering, dezelfde wielen rijden ze allemaal rond. En het enige wat er technisch aan veranderd is, is een ander differentieel. Een korter differentieel, een 3.92 zit eronder. En een ander intercooler. En voor de rest is de auto is allemaal hetzelfde. Qua uitstraling zijn ze allemaal hetzelfde. Dus dit is uniek wat dit betreft met de auto. Dit is een auto met een afneembaar dak. Dus het stalen dak kan eraf gehaald worden. En we kunnen, als het mooi weer is, zeg maar, volgend jaar, dit jaar is dat niet gelukt nog, kunnen we ook open rijden met die auto. Dus zowel dicht als open. Dus dat is wel vrij uniek. Niet voor een raceauto. En deze trailer is onze VIP-trailer. En daar nodigen wij onze gasten uit en onze rijders. En als de rijders sponsoren erbij hebben, dan worden ze ook uitgenodigd op zo'n dag. En dan kunnen ze van alle faciliteiten gebruik maken, zeg maar. Dus wij verzorgen de lunch, het diner s'avonds, dat zit allemaal in de trailer. Daarnaast hebben wij bij de trailer nog de onderdelenvoorziening. We kunnen even gaan binnen kijken. Ja, dan lopen we even naar binnen toe. Rechts ziet u de keuken. Daar staat Vincent, onze persman van de SLK, die is nu bezig even broodjes neer te zetten. Dus normaal wordt dat gedaan door twee lieftallige dames, maar die zitten lekker in het zonnetje, dus dat is ook weer iets anders. En dan hebben we hier links, hebben we door de deur, daar hebben we alle onderdelen. Dus we hebben banden bij ons, wielen, dus alles wat er eigenlijk kapot kan gaan aan zo'n Mercedes hebben we bij ons. We hebben één geluk, die auto is zo betrouwbaar dat we eigenlijk heel weinig onderdelen nodig hebben. Dus er staat een bandapparaat, de compressor staat er, een aggregaat. Dus we zijn helemaal dezelfde supporting met deze auto. Het succes van deze auto is eigenlijk ook het feit dat die in aanschaf heel weinig geld kost. Je koopt zijn auto eigenlijk al gebruikt voor 3000 euro. Nou, je hangt er een pakket aan, het racepakket dat kost ongeveer 6000. Dus je hebt voor 10.000 euro een prachtige raceauto staan. En ook qua onderhoud, er gaat bijna wezen niks aan kapot. Het zijn allemaal gelijkwaardige auto's. Dus het is eigenlijk gewoon de coureur die bepaalt of je snel bent of niet. En de auto is onderhevig onder hele strenge eisen, zeg maar. Dus alles is vergrendeld. De motor is vergrendeld, ze heeft verzegeld. En als er een auto niet conform is de eisen, dan wordt die weer herkeurd, zeg maar. Op de rollentestbank zit er allemaal een papier bij met het vermogen. Dus iedereen kan zien wat de andere auto is qua pk's en het gewicht. Dus op zich is het een hele leuke klasse. En nog iets erbij, we hebben een heel uitgebreid gamma aan racers. De jongste is 18 en de oudste is 67 jaar. Dus iedereen die voelt zijn eigen thuis denk ik in deze klasse. Die druk me gewoon het gras in. Als ik niet aan de kant is gaan, die had ik alles beter afgestaan. Maar wel leuk. Het was een crash op een gegeven moment, lag er allemaal rotzooi op de baan. Ja, ging, die chicane. Ik kon een beetje omwijken, maar er wel een beetje doorheen gegaan. Maar, Je ging recht over de bunker, vol. Ja, zag ik. Als ik daar mee was gegaan, had ik zwaaide even en toen ben ik verder gegaan.
En anders als je er langs heen gaat, die raak ik kwijt, dan ga je naar de vangrail in. Dus dan kan je beter... Had wat schade gekregen, vertel. Ja, er was een van mijn collega's die vond dat ik dat hij ervoor moest. En die kon er niet helemaal voorkomen. Ja. En die heeft hem gewoon de trein aangedrukt met voorwiel. Gewoon bom de trein aan. Maar dan ben je gewoon even uit balans. Ja. En dan zijn ze er voorbij. Ja, een andere collega die deed aan de andere kant, meneer kon het net ontwijken, maar dan moest ik een stukje door het gras. Tussen waren ik twee plekjes kwijt. Ja. Maar dat is al verrotte leuk. Het is gewoon. Ja, het is, we plakken gewoon knipperlichtje er weer in. Ja. En we gaan straks gewoon weer lekker verder. Okay. Nou, Eelco, we hebben het gezien. Het is inderdaad, ja, ik was erbij. Het is inderdaad een vreselijk leuk sfeertje daar. Ja. Het is, want je vertelde mij ook nog, als je pannen hebt, dan kwam je terug en. Iedereen helpt elkaar. Dus ja. Dat is gewoon dat is buiten kijf. Ja. Ook degene, ik heb met Wouter ook gehad en die ander die me van de baan afdrukte. Ja. Die had een remprobleem, dus daar hebben we een nieuw remblokjes in gezet even met elkaar. Ja. Spoel dat je nagekend, ontlucht en dat doe je gewoon met elkaar. Je bent met elkaar aan het racen en ja, het gaat eigenlijk gewoon om de fun. Je hebt zoveel plezier met elkaar, we komen ook al plachend uit die auto. Ja. Dus, over lol gesproken, wij hebben afgelopen weekend, ik zei al, het was een hele volle week. Er was niet alleen GP3 racers, Formule 1, maar er was ook nog op zondag Kabroem. Het, zeg maar, de naam zegt het al, alles wat met motoren, bromfietsers, auto's te maken heeft in Hemelum. En wij zijn wezen kijken. We staan hier natuurlijk naast de voorzitter, volgens mij ook niet. Ja, ja, de voorzitter. Ja. Ja. En vertel eens even, wat is er hier voor de gemiddelde autogek te beleven vandaag? Nou, van alles. Er is, vertel. Ja, nou, je kunt met de 4x4 auto's meerijden. Ja. Dus je kunt wel bijzitten mee zijn, dan kun je over de hindernisbaan. Je kunt mooie auto's bekijken, want er zijn er heel veel hier. Ja. Mooie motoren zelfs nog, unieke voertuigen, grasbaanraces. Je kunt zelfs radiografisch bestuurbare voertuigen bekijken. Wat is nou de meest speciale auto die je hier hebt staan? Nou, ik vond de mooiste die vond ik de DeSoto die we hier hadden. Ja. Die komt hier uit Balk vandaan. Die zag er gewoon gaaf uit. Hè, laag bij je zegt hadden? Ja, hij is inmiddels weer vertrokken. Hij is weer vertrokken? Ja, hij is weer vertrokken. Tjonge, maar hij wilde hier langskomen. Okay. Ja, en wat ook wel apart was, was een complete nieuwe Hummer. Die zie je ook niet zoveel zeg maar, hier rondrijden. Ja. Maar voor de rest... Die is ook weg. Die kwam uit Den Haag vandaan. Dus ja, die moest er nog een eindje rijden weer. Jonge mensen. We hebben allemaal auto's die al weg zijn. Ja. Wat staat er nog wat we kunnen bekijken? Vertel eens even. Een Opel GT. Opel GT. Zeg maar uit twee. Die zie je ook niet zo vaak meer. Die zie je niet meer zoveel. Nee. Zeker op de weg niet meer. Nee. Dus dat is wel speciaal. Ja. En... Ik zie nog een paar Opeltjes staan. Een paar oude Opeltjes. Er staat nog een paar Fortjes Capri staan er mooi tussen. Ja. Die zie je ook niet meer zo vaak op de weg. En veel oude eentjes en een hele mooie AMI met een unieke aanhangwagen van een AMI. Ja, ja. Nou, wij gaan eens even kijken naar de eentjes en naar de Fortjes en de Opeltjes. En eens kijken of we nog meer rollend spul zien. Zijn we hier de hele dag al of niet? Ja, maar we hadden het even besjoen. De pony, hè, die had ik nog laat vermogen van zo'n 165 kilo. Ik vind dat wel uniek voor zo'n lietse autootje. Voor zo'n klein autootje is dat inderdaad heel bijzonder, ja. En dat is een Variomatic. Nou, dit is een automaat. Het DAF pientere pookje. Ja, daar komt het principe weg, ja. En zijn jullie een beetje autoliefhebbers? Ja, nou, trekker. Trekkers en vrachtauto's. Ja. En alle Amerikaan. Ja. Amerikaan. Wat voor Amerikaan? Chevrolet Monte Carlo's. Ah, kijk. En staat hier ook of niet? Nee, ik ben ook maar een hele grote Amerikaanse trekker. Oh, welke? Welke trekker is dat? Die met die beugel, die grote daar, die met die beugel daar. Nou, loop even mee, dan gaan we daar even, vertel er even wat van. Dat is leuk. Loop even mee. Dan gaan we even die kant op, dat is leuk. Ja? Ja, kijk eens, en hier zie ik een of andere rebel met Confederate vlaggen. Met een Chevrolet pick-up. Ja. 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 Maar vertel, we gaan naar de trekker toe. Welke trekker? Met de beugel? Even die beeld melden. Ja, loop maar even gezellig mee. Vertel even, hoe ben je aan dat ding gekomen? Nou, via Van der Weert uit Ezelmuiden. Die importeerd zijn, daar hebben ze dan weg. Oké, en wat voor motor zit daar nou in? Dit is een zescilinder. Een zescilinder, ja. Diesel? Ja, wij zijn ook van 8-cilinders. Oké, en hoeveel pk levert dat ding nou? Ja, deze is zo'n 160. 160, maar wel een hoog koppel dan waarschijnlijk. Ja, het is een lange slagmotor. Lange slagmotor, oké.
Is het een kwestie van starten lopen of moet je dan een half uur maand slingeren? Direct op een knaap en lopen. Nou, laat hem even lopen dan, dan kunnen we ze even horen. Toch? Ja? Ja, ik wil die mooie diesel wel even een lange slagmotor. Dat moeten we even horen. Dit is een lange slagmotor, mensen. Van 160 pk diesel. Nou. Vertel ondertussen even, hoe heet hij eigenlijk? Michiel Galema. Michiel Galema? Ja, helemaal. Michiel Galema. Kijk, Michiel, start hem. Moet eens kijken, jongens. Dat is toch wel een indrukwekkend ding, hè? Zes cilinder, loop even mee. Als een naaimachine, hè? Als een naaimachine, ja. Gaat het goed met de beveiliging vandaag? Zeker. Ja? Ja, rustig? Echt rustig. Ja, geen directe dreiging? Nee hoor. Nee, geen verdachte personen zien rondlopen met... Die twee, maar... Die twee daar? Ja, zeker. Ja. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Ja, hoort erbij, hè? Hoort erbij, ja. En dit automobiel, is dat van een van jullie? Ah, kijk. Wij zijn van het programma Autogek en wij vinden het altijd mooi als we een knappe auto hier zien staan. Dus vertel eens, sinds wanneer heb je hem? Sinds vorige winter. Sinds vorige winter. En vertel er eens wat over. Wat voor auto is het? Wat voor motor? Een Chevrolet V8, 6,2 liter. 6,2 liter? Ja, diesel? Diesel, ja. Oh, kijk eens aan. En dat is een... je zei een V8, dus een 8-cylinder diesel. Ja. En dat heeft wel een lekker koppel, denk ik, hè? Jawel. Dat wil wel, hè? Nou ja, hij gaat niet zo snel, maar hij is wel sterk. Wel sterk, hè? Ja. Ja, dingen trekken alles, alles van zijn plek af, hè? Ja, alles. Ja. Ik heb er ook een keer een vrachtwagen mee losgetrokken. Dus, Kijk. Dat is het betere werk, hè? Ja. Vanwaar de voorliefde voor de, ze noemen dat de Confederate flag, hoort dat er een beetje bij? Ja, dat hoort bij de auto, toch? Beetje rebels. Ja. Ja. Ben je dat zelf ook? Soms. Oké. En doe je mee aan wedstrijden of zo? Of nee, is het puur voor de lol? Ja, puur gewoon voor het hebben. Voor het hebben? Ja. Het doet wel wat in de wegenbelasting, zo'n ding, denk ik, hè? Nou, het is grijs kenteken, dus valt mee. Grijs kenteken? Ja. Ah, kijk. Dus dat maakt het interessant dan? Ja. Ja, anders had ik hem ook niet... Nee, want wat weegt hij? Bijna 3 ton. Bijna 3 ton? Ja, als je dan in geel tarief valt, dan val je... Dat is niet leuk. Nee, dat is niet meer leuk. Nee, zeg dat. Het valt een beetje tegen qua weer, maar toch nog een beetje een leuke dag geweest hier, of ben je er pas net? Nee, ik ben hier sinds 12 uur of zo. Ja. Maar het weer is wat jammer, maar verder. Ja. Het is wel gezellig. Jawel. Wel gezellig. Ja. Oké. Nou, zo hebben we dan hier, en dat is een, wat was het nou voor auto? Dan ben ik het weer kwijt. Een Chevrolet. Silverado. Heb je die al een beetje in beeld genomen? Neem eens even mee naar dit mooie Chevrolet. Kijk, je zit toch nog best, mag je even open? Kan jij hem even open doen? Of, want dan kan je zien dat dit dus echt Amerikaans is. Hè? Amerikanen houden natuurlijk in pick-ups ook van comfort. En dat zit dus van binnen, zit dat riant, hè? Kijk, want, moet je eens even kijken. Hier. Met nog een tweepersoonsbank achterin. He, je hebt hier een machine, dat zit je echt, dat zit super comfortabel. Als je er één keer in zit, dan wil je er eigenlijk helemaal niet meer uit. En dat is, je kan met z'n vieren erin zitten en dan toch nog op grijs kenteken. Automaat, vossenstaart, blokjes aan de spiegel, helemaal goed. Nou gaan we even de motor kijken. Kijk jongens, en hier zit de krachtbron. En dat is wel een beest van een motor, hoor, wat hierin ligt, hoor. Dat is een V8 diesel. En dat, dat wil wel vooruit. En dat heeft ook een enorm, wat je al zegt, enorm koppelen. Kan je mij eventjes laten lopen? Dan kunnen we hem ook nog mooi horen. Want dit is echt, jongens, dit loopt zo mooi rond. Zo'n V8 diesel. Dat is heel wat anders dan een golfje diesel of zo, hoor. Ja, want dit loopt echt als een zonnetje. Echt als een zonnetje.
Een pick-up van 3000 kilo. Maar jij hebt ook een pick-up en weegt die ook zoveel? Of ja, die weegt bijna net zoveel, ja. Net zoveel? Ja, alleen heb ik heb dan een gasuitvoering. De vorige die ik had, was ook een GMC en dat was dan een diesel, een 8-cilinder. Ook, zo'n zelfde eigenlijk. Ja, ja. Ja, het zijn beesten van motoren, niet kapot te krijgen. En heerlijke tourauto's zijn het ook. Ik ben ook in Spanje op en neer geweest, mijn ding. Ja. En het, probleemloos. Ja. Zo. Heerlijke bakken. Ja. Nou, en iedereen gaat voor je aan de kant ook, dat is leuk. Ja, dat klopt ook. Want het ding is net zo'n bestelbus die er op je afkomt. Ja, en het maakt een hoop herrie. Nou ja, wat ook een hoop herrie maakte en nog steeds maakt, dat is onze volgende autogek van de week. Want, en waarom die herrie maakt, nou kijk maar even mee, want het was een heel bijzonder autootje. Ik sta voor een Trabant 601, die ik een aantal maanden geleden gekocht heb. Ik zat in een bus naar Berlijn en de buschauffeur die had het over Trabantjes. En ik zat een paar rijen erachter. Hij zei dat de waarde van de Trabantjes behoorlijk aan het stijgen was. En aangezien ik al een tijd op zoek was naar een Trabant, dacht ik van nou moet ik er wel even vaart achter zetten. Dus een aantal weken later stond er een Trabant voor de deur. Het was de derde die ik bekeken heb of achteraan gezeten heb, 3 maal in scheepsrecht. Hij is mooi krokant, tenminste een beetje patina erop. Niet te mooi, niet te nieuw. Dus ik ben ook niet bang om mee naar buiten te nemen om er eens even lekker mee om te scheuren. Dit type is in 1964 in productie genomen. Dan weet ik niet helemaal of ik correct ben. Daarvoor zijn ook al een paar types geweest. Tussen die periode tot aan de val van de muur is de Trabant eigenlijk hetzelfde gebleven. Er zit een 0,6 liter tweetaktmotor in met maar liefst 26 pk. Zwaar milieuvervuilend, heel erg traag, maar ook heel erg leuk. Het is techniek uit de jaren 30 als ik me niet vergis. Komt uit de Horch-fabriek, vooroorlogs. De fabrieken in de oostelijke sector van Duitsland waren allemaal geconfiskeerd door de Sovjets. De meeste was leeggetrokken, maar uiteindelijk komt toch weer de vraag naar een auto voor het volk, zoals deze ook in West-Duitsland was in de vorm van de VW Kever. En hebben ze toch met beperkte middelen hebben ze voor elkaar gekregen dat deze auto in massa geproduceerd werd. Wat je hier ziet zijn bladveren, de 2-cilindermotor. Het is allemaal heel makkelijk te onderhouden, je kunt er heel erg makkelijk bij. Zelfs ik ben vrij atechnisch, maar het een en ander lukt me ook nog wel om zelf te doen. Wat bij mijn dagelijkse auto zeker niet het geval. Wat mij aantrekt in de Trabant, nou, ik heb een fascinatie voor de Duitse geschiedenis. En dan vooral die in de 20e eeuw. En de DDR is er natuurlijk onlosmakelijk aan verbonden. En ik denk sinds een aantal jaren speelt het al in mijn hoofd rond om een Trabant te kopen. Op een gegeven moment had een vriend van mij een Kever gekocht. En dan begon het bij mij steeds meer te jeuken. Dus uiteindelijk kwam ik hiermee thuis. We zijn verhuisd, we hebben meer ruimte om het huis heen. Dus toen kon het uiteindelijk. En hier zit nog trouwens de grandioze kofferbak. De reservewiel, krik, andere gereedschappen. En een extra jerrycan met brandstof, want je hebt geen brandstofmeter, dus het komt vaak genoeg voor dat je even stilstaat langs de weg. En dan is dit ook nog de meest kale uitvoering die er is. Ik heb eigenlijk 2 knoppen op het dashboard, eentje voor de verlichting en eentje voor de ruitenwissers. Deze is voor de verlichting, die is voor de ruitenwissers. Oh ja, en dit is het handpompje voor de ruitensproeier. Maar die is er afgerukt toen mijn vorige motorkapper afvloog tijdens het rijden. Wat ook al een belevenis op zich was. Het klokje gaat naar 120, dat is erg optimistisch. Bij 90 moet je het eigenlijk wel voor gezien houden. Ik heb hem dus 1 keer geprobeerd op de 100 te krijgen, toen vloog de kapper af. Ik heb het nooit weer gedaan. Ik hou het nu lekker bij 80. Rustig, over de buitenweggetjes. En ja, dat is het een beetje. Na 42 jaar nog steeds vrolijk onderweg, met minimaal onderhoud. Brandstofkraantje moet ook nog zelf opengezet worden. Zo luxe is hij.
Nou, dat was heel wat anders dan zo'n pick-up. Ja, het is niet alleen herrie, maar het is ook ongelooflijk van rook. Wat is die ding? Ja. Als je daar achteraan rijdt, dan wil je wat gas loslaten, hoor. Ja. Dan afstand houden. Het is, het is wel leuk, maar... Het is bizar, hè? Ja. En weet je wat mij nou weer opvalt bij deze auto's? Dit is dan 40 jaar of ouder. Ja. En dat is dan wegenbelastingvrij. En wat ik nou niet begrijp aan die hele regeling, ik was vandaag bij iemand die had dan een Engelse auto staan. Maar dan had de eigenaar, die had daar de benzinemotor uitgehaald. Een Mercedes oude dieselmotor, 6-cilinder lijn dieselmotor geloof ik, had hij erin gezet. Ja. Andere versnellingsbak. Nou, het ding weegt in totaal ruim 2000 kilo. En die gebruikte gewoon voor zijn dagelijkse woon-werkverkeer. Het ding ziet er aan de buitenkant eigenlijk niet uit, weet je wel. Maar ja, stinkt, roest, heeft geen roetfilter. Nee. Wegenbelastingvrij en rijdt elke dag vrolijk mee rond. Ja, dat was niet de bedoeling van het wegenbelastingvrij oldtimer toestand. Maar er wordt gebruik van gemaakt. Ja, zonder meer. Ja. Is dat is eigenlijk dan wel zonde, want het gaat nou juist om die categorie mensen die die auto's bewaren. Ja, en wat je ook gaat krijgen is straks dat onze welgeweten overheid daar wat meer lucht van gaat krijgen. En dat ze daar de maatregelen gaan nemen. En dat degene die die auto's echt hebben voor de lol en voor de plezier en voor het hebben van een oldtimer, daar de dupe van zijn. Ja. Dat vind ik jammer. Ja. Ik was met onze vriend Daniel, onze eigen taxateur, waar we op bezoek in Drachten. Daar hebben we vorige week ook al wat beelden van gezien. Maar nu was het wel een heel bijzonder golfje. Want dit was namelijk een golfje wat de oudste golf is die geregistreerd is ter wereld. Okay. En over oldtimer gesproken, nou dan moet je hier maar eens naar kijken. Een van de meest iconische auto's ooit is natuurlijk de Volkswagen Käfer. In al zijn verschijningsvormen een hele bijzondere auto, maar ook een hele gewone auto. De Volkswagen Käfer, er zijn er eigenlijk, ondanks dat er zo vreselijk veel van gemaakt, van geen twee identiek. Want er is zoveel te koop en zoveel te bedenken aan een Volkswagen Käfer, dat je hem natuurlijk helemaal je eigen auto kan maken. Maar de auto stelde Volkswagen wel voor een behoorlijk probleem. Een van de grote problemen die Volkswagen het hoofd moest bieden in de jaren 70 was de opvolger van de Käfer. Want hoe stel je nou een iconische auto, hoe ga je daar nou een opvolger voor vinden? En die opvolger werd de Volkswagen Golf. De Volkswagen Golf 1. En we staan hier bij een Volkswagen Golf 1. Ik geef toe, het is niet moeders mooiste. Hij zit vol met plamuur, vol met deuken en gaten. Maar er is iets bijzonders aan deze auto. Dit is de oudst bekende Volkswagen Golf ter wereld. En toen Volkswagen in 1973 de Golf introduceerde, was er een ongelofelijke hoogte. Er was heel veel belangstelling voor. En ze hadden wat moeite om alle orders die geplaatst werden op de beurs in Frankfurt, waar ze de auto introduceerden, om daar gehoor aan te geven. Dus langzaam maar zeker in 1974 druppelde de productie van de auto's, begon een beetje op gang te komen. En ook in Nederland kwamen de eerste Golfjes op de weg. Deze oude, hele oude Golf heeft echt een paar hele bijzondere dingen. Als we even de deur open doen, als hij dat wil hij. De deur open doen en we kijken even naar dat dashboard wat erin zit. Dat dashboard is inderdaad net eventjes een beetje anders als de Golf zoals wij die gewend zijn. Er zit nog een optionele Grundig Weltklangradio in, een WK1601. Een buitengewoon zeldzame radio ondertussen, net zo zeldzaam als de auto bijna. En je ziet, hier is helemaal niets aan gedaan aan de auto. De auto is zo aangetroffen en zo neergezet. Een echte barn find. Dan kan je je afvragen, moet je zo'n auto restaureren? Dat kan. Je kan zo één restaureren en dan heb je een auto met een behoorlijke waarde ondertussen. Want ja, ook de Golf is inmiddels een iconische auto met alles erop en eraan. Maar in dit geval niet. Omdat dit de oudst bekende Golf ter wereld is en hij is zo aangetroffen op deze manier, is het beter om de auto in deze staat te houden. Hij is namelijk zo origineel als dat hij afgeleverd is. Nog niet zo heel gek geleden, lang geleden, werd er uit het meer van Genève werd er een Bugatti gehaald. Die had jarenlang op de bodem daarvan gelegen, van het meer. De auto is uit het meer getild, hij is een beetje schoongespoten. En in de staat zoals ze hem daar aangetroffen hebben, hebben ze de Bugatti ook op de veiling gebracht. De Bugatti bracht
echt 1,2 miljoen euro op voor een auto. Nou ja, waarvan je nauwelijks kon zien dat het een Bugatti is. Maar vanwege de originele staat, waar verder niets aan veranderd was, niets aan verbeterd of verprutst, bleef die zo verschrikkelijk veel waard. Dat is met deze Volkswagen Golf eigenlijk precies hetzelfde. We gaan even de jonge dame onder de rok kijken. Zo. Nou, het eerste wat opvalt is natuurlijk het typeplaatje. En aan de hand van het typeplaatje kan je heel veel aan de Volkswagen Golf kan je verifiëren. Natuurlijk het varkensstelnummer, oftewel het chassisnummer, maar ook de uitvoering, het carrosserienummer. Dat is allemaal mooi terug te vinden. Er zijn prachtige, niet alleen websites, maar ook hele boeken van volgeschreven. Je ziet, de motor is niet fris. Het ziet er niet lekker uit. Ik weet dat die loopt, maar dat gaan we vandaag niet doen. De motor staat al zo lang stil dat het eigenlijk heel onverantwoord is om hem dan weer eventjes aan de praat te krijgen. Je ziet ook dat er allemaal loose ends zitten in het elektrische systeem. Dus dat is ook niet echt heel erg lekker fris. En als ik de dop opendraai, zou het me niet verbazen. Nou, het valt mee. Normaal gesproken kijk je even of er sluts zit. Dat zit er niet. Maar als die motor dan warm wordt, dan kun je erop wachten dat alle condens in het blok naar boven gaat, naar boven komt. Want warm vocht heeft de neiging om op te stijgen. En dan zie je inderdaad dat die al ontzettend lang stilstaat. De slangen zijn nog wel in goede staat, maar als je naar de radiator kijkt, die heeft al flink wat te lijden gehad. Dit is een auto in een conditie 5. Een auto waarvan je zegt van, je kan er wel mee rijden, maar ik raad het je niet aan in zo'n geval. Is het een restauratieobject? Ja, aan de ene kant wel, want hij is te restaureren. En nee, aan de andere kant niet, want de waarde en vooral ook de emotionele waarde van deze auto zit hem vooral in het feit dat hij zo ongelooflijk origineel is en dat het dus een echte Volkswagen is zoals die uit de fabriek gekomen is. Nou heeft hij nog iets bijzonders. En dat is een beetje jammer dat het wel gerestaureerd is. Dat zijn de velgen die hieronder zitten. Die velgen zijn zeer, zeer, zeer gezocht. Dat heb je wel vaker met accessoires en opties. Dat maakt dan een auto net eventjes iets duurder. Nou had deze auto niet zo heel veel opties en accessoires. Een van die opties hebben we net gezien, dat is die groene radio. Maar deze velgen waren ook optioneel. Die waren echt ontzettend duur. En op dit moment betaal je alleen voor een setje van deze velgen, als je ze al vinden kan, zonder banden, zomaar 1000 euro. Nou, ik ga nog even op de knieën. Ik wil hem eventjes zien aan de onderkant. Dan gaat de bril weer af. En aan de onderkant is te zien dat de auto behoorlijk hard is. Er is wel flink wat vliegroest te zien, te constateren. Maar ik zie eigenlijk geen gaten. En ik weet dat de auto tot aan vorig jaar nog steeds over een APK-keuring beschikte. Dat kunnen we allemaal nagaan. Maar om nou te zeggen, ik stap met een veilig gevoel in deze auto en ga een stukje rijden, niet echt. De lak is dramatisch, maar wel origineel en hij heeft ook nog een trekhaak. En dan wordt het moeilijk, want je moet een waarde gaan bepalen voor zo'n auto. Je moet een waarde gaan bepalen voor een auto die eigenlijk niet in staat is om te rijden. En waarschijnlijk dat ook niet gaat gebeuren. Die auto die wordt zo geconserveerd. Dit is een museale auto, zoals dat dan wel eens gezegd wordt. De auto is onderwerp geweest van artikelen in bekende autobladen. Hij is ook al eens eerder op de televisie geweest. En dan zie je dat er een bepaalde belangstelling is voor deze auto. Er zijn mensen die willen graag de originele auto, die willen graag de oudste Golf ter wereld bezitten. Dat willen ze graag en zijn daar bereid om daar een behoorlijk bedrag voor neer te zetten. De auto in deze staat, conditie 5, is altijd nog waard een 4.500 euro. En dat is de te verzekeren waarde. De oudste Golf, bekende Golf ter wereld, bouwnummer 831, ja. Was het. Ik heb naar aanleiding van die opnames van Daniel eens gekeken op Duitse sites, weet je wel, gezocht op leeftijden van Golfs. En inderdaad, van dat bouwjaar niet te vinden. Ja. Dus het zal inderdaad al wel kloppen. Wat ik me dan echter afvraag, dan denk ik, ja, als je zo'n ding toch gewoon weer in concoursstaat brengt, blijft het nog steeds de oudste Golf ter wereld. Ja.
En dan zal die waarschijnlijk meer waarde en krijgen. En dan zal die toch heel wat meer waard zijn dan die 4.500 euro. Ja, en het stuk gatenkaars weer dan heb. Ja. Die kan er niks mee. Nee, ja neerzetten. De heb. Ja. Ja. Maar ja, sommige dingen gaan voor de heb, hè? Ja. Maar die moet wel echt droog houden, deze, hoor. Ja. Kan het niet goed. Het zit erop, mensen. Het was een extra lange uitzending. We hopen dat jullie het allemaal leuk vonden. En volgende week zijn we er weer. Maar dan dus vanaf zaterdag te zien. Vrijdagavond hebben we de studio-opnames en onze studio-gasten. En volgende week gaan we voorbeschouwen op de race van Singapore. Van onze allergrote vriend Max. En nog veel meer nieuws. Tot volgende week. Tot Autogek.